Vandaag wil ik het even met jullie hebben over Koppa. Wil ik stoppen? Nee. Moet ik stoppen? Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe RIKA QA. De serie waarin ik antwoord geef op dingen die eigenlijk niks met Nintendo te maken hebben. Voor ik deze video begin doe een blauw duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal. Want we zijn bijna bij de 25.000 abonnees. Bijna een kwart YouTube play button. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Rikka QA. Oké, okay, maar nu naar het serieuze deel. En vandaag wil ik het even met jullie hebben over. Koppa, dat is een nieuwe wet. En die zou zomaar kunnen betekenen dat heel veel YouTube-kanalen moeten gaan stoppen. Of dat ze er misschien op 1 januari 2020 gewoon niet meer zijn. Moet ik stoppen? Wil ik stoppen? Nee. Moet ik stoppen? Laat ik even beginnen bij het begin. Een tijd geleden heeft YouTube een gigantische miljoenen boete gekregen. Dat vonden ze niet leuk. En dat kwam omdat YouTube gegevens verzamelt van kinderen. En op basis van die gegevens komen de advertenties in de video's van YouTubers die passen bij de kijkers. En laat me voorop stellen, ik vind dat goed. Ik vind ook niet dat je gebruik mag maken van het verzamelen van gegevens van kinderen. Die boete is opgelegd door de zogenaamde FTC. Dus wat betreft de FTC. Oké, okay, jullie zijn goed bezig. En wat betreft YouTube. Jullie zijn echt niet goed bezig. Want wat heeft YouTube gedaan? YouTube weer legt nu de verantwoording van hunzelf naar de creators. Dus naar mij en naar alle andere YouTubers. En het is vreemd. Ze doen dit op een beetje een rare manier. Sinds een paar maanden moeten wij namelijk aangeven of onze video gemaakt is voor kinderen. Of niet voor kinderen. En daar zouden ze iets tussen kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld mixed audience. Dat houdt in dat de video's gewoon eigenlijk zowel voor kinderen als niet voor kinderen zijn. Maar YouTube zegt: Nee, deze twee. En anders is er geen mogelijkheid. En dat heeft nogal vergaande gevolgen. Als jij namelijk zegt dat jouw video's voor kinderen zijn, komen ze onder andere niet meer in de zoekresultaten. Jij kan straks gaan zoeken naar Rikachu Pokémon. Maar als YouTube besluit dat mijn video over Pokémon voor kinderen is, dan ga je hem gewoon niet meer vinden. Er komen geen targeted ads meer op je video. Dat betekent dat we 90% minder inkomsten hebben. Nou heb je in een van mijn vorige RICA QA's gekund zien dat YouTube gelukkig niet mijn baan is. maar... Als het wel mijn baan was, dan had ik een probleem als mijn video's voor kinderen gemarkeerd worden. De reacties onder je video's worden uitgeschakeld. Jullie kunnen niet meer reageren. Heb jij op het belletje gedrukt, dan werkt het niet meer. Want je krijgt geen melding meer als mijn video voor kinderen is. En. Ook komen ze niet meer bij de aanbevolen video's. Dus zit je in een Luigi's Mansion video op het kanaal van Ronald of Linktiger te kijken? Dan zal ik daar niet meer bij de aanbevolen video's komen. En andersom komen Ronald en Linktiger ook niet meer bij mijn aanbevolen video's. Als hun video's voor kinderen gemarkeerd zijn. Kortom. Je wordt gewoon een spook op YouTube. Van ongeveer 500.000 views die ik nu heb, zou ik er misschien 10, 20, 30.000 overhouden. Want jullie moeten dan letterlijk naar mijn kanaal gaan en kijken van... ...hé, hey, heeft Rick misschien vandaag nog een nieuwe video geüpload? En wees eens eerlijk... Dat doet niemand, toch? Nou, nou zou je denken dat YouTube wel aardig duidelijk maakt welke video's wel en niet voor kinderen zijn. Bijvoorbeeld een Dora-video, die is overduidelijk voor kinderen. Een Peppa Pig-video is overduidelijk gemaakt voor kinderen. Als we het hebben over Call of Duty, dan is dat zeker niet gemaakt voor kinderen, want het is een 16-plus spel. Maar als wij het hebben over Fortnite, Minecraft en ja, nu komen we bij mijn kanaal. Pokémon, Mario, en noem al dat soort figuren maar op, dan zit je dus in dat grijze gebied en dan weten we het gewoon niet. In de eerste video die YouTube naar buiten bracht, zeiden ze dat de characters who may be appealing to kids, oftewel karakters die aantrekkelijk zijn voor kinderen, eh, uh, Pikachu? Eh, uh, Mario? Ja, die vinden kinderen leuk. Dan is je video waarschijnlijk voor kinderen gemaakt. Like... Ik ben 33. Ik ben opgegroeid met die shit. Ik vind het al 30 jaar leuk. Ben ik een kind? Zie je deze baard, YouTube? Ik ben geen kind. Kinderen hebben geen baarden. Dus mijn video's zijn eigenlijk overduidelijk. Zowel voor kinderen als niet voor kinderen. Iedereen mag er naar kijken. En daarop heeft YouTube gezegd. Context matters. Oftewel, de context doet ertoe. Als jij een rage simulatie maakt op een Dora spelletje, dan is dat blijkbaar niet voor kinderen. Maar bijvoorbeeld, de manier waarop je praat, wordt er wel in meegenomen. Nou, heeft YouTube een aantal jaar geleden alle video's waarin gescholden werd gedemonetized. Daar konden mensen geen geld meer aan verdienen. Dus iedereen is een beetje netjes gaan praten op YouTube. Maar als je nou te netjes praat, dan worden je video's misschien wel als voor kinderen gezien. En dan heb je dus geen inkomsten meer. Die video. En wordt die video gewoon helemaal niet meer gevonden in het YouTube algoritme. Oftewel, niemand weet echt waar ze aan toe zijn. En toen zeiden ze in de eerste statement ook: je kan een boete krijgen van 42.000 euro per video. En op dat moment dachten heel veel creators: oké, okay, laat maar. Ik ga weg. Ik stop met YouTube. Want ik ga niet het risico nemen dat ik een boete krijg van 42.000 euro. Nou ja, dollar ging het nu om op mijn video. En dat snap ik, want we. Hebben niet allemaal 42.000 euro liggen. Ik heb 700 video's op mijn kanaal. 700 keer 42.000 euro. Dat is een boete van weet ik veel, hoeveel miljoen. Ik heb geen miljoenen. Ik heb alleen Nintendo Switch games. Hahaha. <laughs> <laughs> en Amiibo. Goed, nu hebben ze dat wel teruggedraaid. Ze hebben al gezegd: van nou, de boetes die uitgedeeld worden, zijn naar ratio. Dus we gaan kijken naar je inkomsten. En dan krijg je een boete. Dus bij wijze van spreken, misschien verdient een YouTuber 1000 euro per maand. Hij maakt drie fouten, dan is hij dat maandbedrag kwijt. Moet hij misschien één boete van 1000 euro betalen. Maar mijn vraag is: als je drie fouten maakt, tellen dat dan als drie strijks? Want we weten allemaal dat als jij drie strijks op YouTube krijgt, binnen een half jaar tijd volgens mij, dan ben je je kanaal kwijt. En dat is, jongens, waar ik wel bang voor ben. Als het foutief aangeven van een video, of die nou wel voor kinderen is of niet. Telt als een strijk, dan wordt het een lastig verhaal. Want ik heb 750 video's. Ik zit in dat grijze gebied misschien wel. Of mijn video's wel voor kinderen zijn of niet. Ook al vind ik van niet. Ik ben afhankelijk van de bots van YouTube. En we weten allemaal dat de bots van YouTube niet de allerbeste bots van de wereld zijn. Als die bots straks zeggen: Rick. Deze drie video's zijn echt voor kinderen. En je hebt dat niet aangegeven. Dat zijn drie strijks. Dan ben ik mijn kanaal kwijt. Dan ga je op 1 januari 2020 geen Rikachu meer vinden op YouTube. Dan is dit kanaal gewoon boep, weg. En dat zou ontzettend... Kak zijn! Want we hebben bijna de 25.000 abonnees. Er zit 4 jaar levenswerk in. Dit is gewoon echt levenswerk. Mijn YouTube-kanaal is mijn levenswerk van de afgelopen 4 jaar. Ik doe dit met zoveel plezier. Ik heb zoveel games samen met jullie uitgespeeld. En dit is zo tof. Maar en een boete die ik eventueel kan betalen, daar kan ik dan nog wel mijn leven. Maar als mijn kanaal gewoon helemaal verdwijnt. Ja, dan ga ik wel een potje zitten janken in een hoekie, denk ik. Het hele vervelende van deze situatie is dat eigenlijk niemand het weet. Niemand weet wat er nou precies gaat gebeuren straks op 1 januari 2020. Ik ben straks met mijn familie en ik zeg tegen iedereen om 12 uur... Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar! En om 3 over 12 kijk ik op mijn telefoon of mijn YouTube-kanaal nog bestaat. Zo'n gekke oud en nieuw gaat het worden. Nou moet ik je eerlijk zeggen... Ik heb er goede hoop voor dat mijn YouTube kanaal nog wel bestaat. Ik kan me niet voorstellen dat op 1 januari YouTube in één keer al die kanalen langs gaat en gewoon de helft van de kanalen gewoon bam, net als Thanos in de Avengers. Poef. Dat YouTube gewoon in één keer al die kanalen gewoon oplost. Dat al die video's weg zijn. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar ja, weet je, ik moet deze video wel even maken. Want als het wel gebeurt en het kanaal is weg op 1 januari 2020. Dan moeten jullie wel weten waarom het kanaal weg is. En dat is dus door de Koppa-wet. Ik zelf zal niet heel snel stoppen met mijn kanaal. En als ik ooit een keertje stop, dan ga ik mijn kanaal sowieso niet verwijderen. Want ik vind het super tof om al die video's weer terug te kijken. Maar ja, ja, hopelijk denkt YouTube er hetzelfde over en hopelijk implementeren ze deze wet gewoon op een verstandige, goede manier dat alle creators ermee kunnen leven. Er zijn video's op YouTube waarin met de FTC wordt gesproken, of tenminste mensen hebben gesproken met de FTC en ze maken daar een video over. En de FTC is helemaal niet erop uit om heel YouTube schoon te vegen. Dat is niet wat zij willen, alleen YouTube praat niet. Met zijn creators. En dat is een groot probleem. YouTube zegt niet tegen ons: Je mag dit soort video's wel maken en deze niet, en deze wel en deze niet. Ze zeggen alleen maar. Context doet ertoe. Nou, lekker dan. Welke context? Ik heb geen idee. Als je meer wil weten over Coppa, zoek het dan even op op YouTube. David heeft er onder andere een hele goede video over gemaakt. Ik zal hem hieronder linken. Die is inhoudelijk heel sterk. Hij legt nog meer uit wat Coppa precies is en wat het voor gevolgen kan hebben. Dit is een kortere, summere video waarin ik jullie uitleg wat er eventueel aan de hand gaat kunnen zijn. We gaan er niet vanuit. Ik wil gewoon Nintendo-content blijven maken. Pokémon-content voor alle leeftijden. Ik ik ben een optimistisch persoon. Ik scheld niet veel. Ik hou niet van schelden. Ik vind dat wij een voorbeeldfunctie hebben. En ik hoop dat YouTube mij niet straft omdat ik nou eenmaal netjes wil zijn op mijn kanaal. Dat zou echt de omgekeerde wereld zijn. Ik hou me aan jullie regels. Ik probeer netjes te zijn zodat ook kinderen naar mijn video's kunnen kijken. En ouders kunnen zeggen: van, Oh, tof dat je naar Rikkertje kijkt, want die scheldt tenminste niet in zijn video's. En dat YouTube dan zegt: Vriend, jij bent de kindvriendelijk. Daag! We gaan je kanaal offline halen, want je hebt toevallig drie video's verkeerd ingesteld omdat ze voor kinderen zijn. En dat heb jij niet gezegd. Dus jij bent slecht. Jij bent een. Ik mag niet schelden, want dan wordt mijn video gedemonetized. Willen jullie meer informatie over COPPA? Laat het even weten hieronder in de reacties. Want we ga ik proberen om daar heel veel antwoord op te geven. Ik ga de reacties in de gaten houden. Geef ook antwoord op elkaar. Haal alle onduidelijkheden uit de wereld. Ik hoop dat ik jullie iets wijzer heb kunnen maken. Iets meer uitleg heb kunnen geven over de COPPA-wet. Die op 1 januari 2020 van kracht gaat. Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig, succesvol, vrolijk, vol met games 2020. Blijf spelen op die Nintendo Switch. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal nu het nog kan. Want we zijn bijna bij de 25.000 abonnees. En dat wil ik sowieso halen. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/slash Ricketje. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Hoop ik. Denk ik. <laughs> Mazzel!